Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Dit is Vera's 4 maanden updates en mijn 4 maanden postpartum updates. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Gewoon postpartum. Nou ja, mijn 4 maanden update na een baby, na het krijgen van een baby. En voor ik begin, je hebt het misschien al gezien, maar mijn vorige video is een giveaway video met mij als Nai Krul. Dus als je nog niet hebt meegedaan, ga dan vooral even naar die video toe. Hij is nog open en volgende week ga ik de winnaars bekendmaken. Dus dat even terzijde. Nou, over baby Vera. Ik noem haar vaak baby Vera. Victor die noemt haar baby. Dus ik zeg dan baby Vera in de hoop dat hij ook haar naam gaat zeggen. Maar dat komt vanzelf wel. Het gaat echt super goed met haar. En ja, waar zou ik beginnen? Misschien maar gewoon met slapen. Een van de belangrijkste dingen in het leven van baby en moeder. Want ja, de slaap van de baby bepaalt ook mijn slaap. Mijn eerste baby Victor, die nu een peuter is, hij sliep heel moeilijk als baby. En ik was natuurlijk bang en verwachtte eigenlijk dat het nu weer best moeilijk zou worden allemaal. Maar het tegendeel is waar. Vera slaapt echt heel goed. Het is niet zo dat ze de hele nacht doorslaapt, hoewel ze dat wel een paar keer heeft gedaan. Ze wordt minimaal 1 keer wakker en vaak gewoon 2 keer. Maar dan slaapt ze vrij vlot weer verder als ze even aan de borst heeft gedronken, dan valt ze weer in slaap. En ze kan ook vrij goed zelf in slaap vallen, of heel goed. Veel beter dan dat Victor dat kon. Dus ik ben nog gewoon elke keer als ze zelf in slaap valt zo verbaasd. Bij Victor moesten we hem daar echt slaaptraining voor geven en zij kan het gewoon. Dus ja, dat is echt super fijn. Vera slaapt bij ons op de kamer en 's morgens slaapt ze uit. Victor is heel vroeg wakker, meestal een uur of 5, 6 uur. En dan kan ik hem al mijn aandacht geven tot een uur of 8 of 9. Dan wordt zij rustig wakker. Ze wordt ook altijd vrolijk wakker. Als ik dan naar haar toe ga, dan ligt ze gewoon lekker te duimen of een beetje rond te kijken. En ze gaat meteen heel lief naar me lachen. Ze is zo schattig. Ze is echt een droombaby. Gewoon een droombaby. 'S Avonds gaat ze, nou ja, hoe laat gaat ze dan slapen? Dat verschilt een beetje. Of heel erg. Er zijn dagen dat ze overdag niet zoveel slaapt. En dan begint ze aan het eind van de middag al aan haar nachtslaap. En het gebeurt ook wel eens dat ze pas om 9 uur slaapt of 10 uur. Maar nou ja, meestal een beetje halverwege de avond. En dat is heel prettig, want dan slaapt Victor natuurlijk ook al. En dan kan ik nog wat andere dingen doen. Wat opruimen of schoonmaken of aan een video werken. Of filmpje kijken met mijn man. Of nou ja, er is altijd genoeg te doen natuurlijk. En om haar in slaap te krijgen, nou ja, ik zorg altijd dat haar buikje vol is. Dus ik voed haar en vaak valt ze dan aan de borst in slaap. En dan leg ik haar in bed of ik ga samen met haar in bed liggen en dan voed ik haar liggend. En als ze dan slaapt, dan haal ik mijn borst uit haar mond en dan ga ik zelf weer uit bed. En ze valt ook wel eens in slaap in de draagzak, maar dat gebeurt vrij weinig eigenlijk. De borstvoeding gaat nog heel goed. Dat was vanaf het begin bijna probleemloos. Ik heb wel eens een heel klein tepelkloofje gehad, maar dat was ook snel weer over. En ze drinkt wel vrij vaak. Dus ongeveer elke 2 uur wil ze wel wat drinken. Soms echt hele voeding, soms gewoon even 1 kant. Dus dat verschilt een beetje. Ik geef haar op verzoek. Dus wanneer ze wil drinken, wanneer ik merk dat ze honger of dorst heeft of gewoon voor de gezelligheid aan de borst wil, dan laat ik haar dat ook doen. En vandaag zijn we weer naar het consultatiebureau geweest. Ze weegt inmiddels 8 kilo. Sinds 4 maanden ze weegt 8 kilo. Dus ze is verdubbeld in gewicht sinds haar geboorte. Toen was ze iets meer dan 4 kilo. En met de lengtegroei gaat het ook goed. Dat gaat minder extreem hard dan haar gewicht. Haar gewicht zat echt ver boven de groeicurve. En haar gewicht zat, of haar lengte zat iets boven gemiddeld. Maar daar is mijn buurmeisje. Maar dat nou ja, gaat dus ook gewoon prima. En hoofdontzek en zo is ook allemaal goed. Ze waren helemaal tevreden op het bureau. Dus dat is altijd weer fijn om te horen. En ja, het leven als gezin van 4 is natuurlijk interessant. Het is nog weer drukker dan met 1 kindje. En tegelijkertijd ja, valt het ook wel weer mee. Want ik zag er heel erg tegenop om dan Victor te hebben en dan nog een babytje erbij. Maar ik moet wel zeggen, ja, je bent toch al de hele tijd met een kind bezig. Dus dan nog eentje erbij is een minder grote overgang dan van geen kinderen naar 1 kind. In mijn ervaring in ieder geval. En het scheelt natuurlijk ook dat Vera een redelijk makkelijke baby is. Maar het blijft intensief natuurlijk ook al is het een makkelijke baby.
Met twee kinderen heb ik nog minder tijd om andere dingen te doen. Maar het dwingt me ook wel om echt super efficiënt met mijn tijd om te gaan. En in zekere zin vind ik dat ook alweer een leuke uitdaging. En als ik dan de kinderen op bed heb gelegd voor een dutje. Victor doet sowieso een dutje van, nou ja, zeg 11 tot 2 ongeveer, heel erg lang. En als Vera dan ook slaapt, dan probeer ik zoveel mogelijk in huis te doen. Dan heb ik gewoon mijn vaste routine. Dat ik even de keuken opruim en schoonmaak. De vaatwasser leegmaak of weer volzet. En de was, die hang ik buiten of ik haal hem weer binnen. Dat soort dingen. En als ik dan tijd over heb, dan werk ik aan video's. Of ik ga zelf nog even slapen. Maar ik moet zeggen dat ik nu zelf wel veel minder dutjes doe. De eerste paar maanden was ik nog echt heel erg moe. Maar vanaf zo'n 3 maanden na de geboorte voelde ik me echt weer een stuk fitter. Dus het herstel is eigenlijk wel vrij vlot gegaan. Na mijn eerste bevalling duurde het echt wel een jaar voordat ik me weer een beetje mezelf voelde. Maar nu voel ik me eigenlijk al wel super goed. Voor mijn man is het natuurlijk ook wennen geweest, nu een tweede kindje. Maar voor het eerste jaar is voor vaders altijd minder zwaar. Omdat een baby gewoon nog zo gericht is op haar moeder. Haar moeder in dit geval. En ik vind het soms wel eens lastig. Want dan ja, heb ik het gevoel dat ik het meeste werk moet doen. Maar ja goed, het kan soms ook niet anders. Als Vera 's avonds onrustig is, dan wil ze gewoon bij mij zijn. Ze wil dan lekker op schoot zitten of aan de borst of nou ja, in de draagzak of zo. En ze is ook wel een poosje tevreden bij Daniel, mijn man. Maar ja, mama is toch nummer 1. En dat is heel mooi natuurlijk en soms ook zwaar. Maar goed, het hoort erbij en ik neem het heel graag voor lief uiteraard. Daniel probeert me wel zoveel mogelijk te helpen als hij thuis is. Dus door voor Victor te zorgen of soms de kinderen allebei een poosje mee te nemen. Als hij gaat wandelen of even naar vrienden gaat die hier vlakbij wonen. En dat is wel echt super fijn. Dan heb ik even het huis voor mezelf en rust aan mijn hoofd. En dat is echt heerlijk. Vera ontwikkelt zich heel goed en ze gaat al een beetje omrollen. Ze is al een aantal keer omgerold van haar buik naar de rug. Dat is het makkelijkste natuurlijk. En ze probeert nu ook van haar rug naar haar buik om te rollen. En het lukt al een beetje. Maar op een gegeven moment moet je dan ook je arm van onder je bovenlijf vandaan halen. En daar blijft ze nog een beetje vastzitten. Dus ja, het lukt nog maar gedeeltelijk. Maar die zit eraan te komen. Ze vindt het heel leuk om dingen te pakken en om met de speeltjes in de box te spelen. Dus het is ook heel fijn dat ze daar af en toe gewoon lekker bezig is. En dan kan ik even wat anders doen. Of als Victor me dan nodig heeft, dan leg ik haar in de box en is ze vaak wel een poosje tevreden. Ze pakt naar alle speeltjes en ze doet ze in haar mond. Ze lachte ook al heel vroeg, echt in de eerste maand. Ik weet niet meer precies welke week het was. Maar ze is ook echt heel vriendelijk en ze heeft een heel lief karakter. Ze lacht naar iedereen en ook heel vaak. Ze is altijd vrolijk. En ook bijvoorbeeld met die ontwikkelingssprongen. Ik weet niet of je de Oei Ik Groei app kent of het boek. Dan kan je zien dat ja, baby's die hebben elke zeg 6 weken, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe vaak het is, iets vaker dan 6 weken geloof ik, zo'n ontwikkelingssprong. En dat is best wel, ja, hoe zeg je dat, intensief voor een baby. Daar kunnen ze wat onrustig van zijn en bij Victor merk ik dat altijd heel erg sterk. En bij haar is dat gewoon maar subtiel. Dus een poosje geleden was ze een dag een beetje onrustig. Dus ik dacht, nou wat is er toch met haar? Laat ik eens even in die Oei Ik Groei app kijken. En dan zie je zo'n gekleurd balkje over de dagen staan waarin de baby dan die ontwikkelingssprong heeft. En op een van de dagen in die sprong is het altijd het, zeg maar het zwaarst. En dan staat er zo'n donderwolkje bij, of de boven die dag. En die dag dat ze een beetje onrustig was, zat ze precies op die donderwolkdag. En ik weet nog dat als Victor op zo'n dag, op zo'n donderwolkdag zat, dat ik echt helemaal gek werd. Het was echt super zwaar en zij is gewoon een beetje onrustig. Dus ja, zoals ik al zei, ze is echt een droombaby. Ze is redelijk makkelijk. Het gaat nu een beetje schemeren en dat maakt de belichting van deze video nogal raar. Ik sta in een hele donkere kamer, zo lijkt het geloof ik. En dan ben ik zelf heel erg licht. Ik zal snel nog even op mijn lijstje kijken om te zien wat ik jullie nog meer wilde vertellen. We hebben ook een newborn fotoshoot gedaan. Dat was toen ze 2 weken oud was. Ik zal hier een paar fotootjes invoegen. Oh ja, dat is nog een grappig feitje over de borstvoeding. Je kent het misschien wel, toeschietreflex. Als de baby eventjes zuigt, zeg maar 10 seconden of zo, dan komt je toeschietreflex op gang. Dan gaat de melk stromen en dat voel je in je borst als een soort prikkelend gevoel of een soort druk.
En vlak daarvoor, voordat die toeschietreflex op gang komt, voel ik me soms opeens echt super verdrietig. En dan denk ik, waarom voel ik me nou zo droevig opeens? Wat is er aan de hand? Waarom voel ik me zo down? En dan een paar seconden later, dan komt de toeschietreflex. En dat is echt al vaak gebeurd. Dus het is echt puur die hormonen die dan eventjes op mijn stemming drukken. Dat is echt zo apart. En ik heb nog nooit van iemand anders gehoord dat die dat ook zo had. Dus als je zelf moeder bent en ook zoiets hebt ervaren, dan hoor ik het heel graag. Maar ik vond het wel grappig om even te delen. Ja, Vera heeft heel veel interesse in de omgeving. Ze begint Victor ook heel interessant te vinden de laatste maand. Denk ik ongeveer of anderhalve maand. Ze kijkt heel graag naar wat hij aan het doen is als hij aan het spelen is en zo. En zijn speelgoed vindt hij ook. Zijn speelgoed vindt ze ook heel leuk. Victor vindt het niet altijd leuk dat ze aan zijn speelgoed zit. Dat begint nu al blijkbaar. Ze is ook begonnen met dat schaterlachen, wat echt super schattig is. Alleen kan ik haar moeilijk aan het lachen krijgen op een of andere manier. Mijn moeder kan haar heel makkelijk aan het lachen krijgen. Maar mij vindt ze minder grappig, blijkbaar. Ze vindt het soms ook fijn als ik voor haar zing. Een slaapliedje bijvoorbeeld. En het is ook een paar keer gebeurd dat ze als het ware mee gaat zingen. Dat was echt heel schattig. Mijn moeder had het ook een keer toen mijn moeder een liedje voor haar zong. Toen zei ze ook, volgens mij gaat ze meezingen. En dat wilde ik gewoon nog even in deze video zeggen. Omdat deze video ook voor mij een soort dagboek is over haar ontwikkeling. En ja, ze begint een klein beetje met kwijlen. Dus ik weet niet of haar tanden gaan doorkomen of wat het ook is. En ze ligt graag op haar buik. Dus dan probeer ik ook regelmatig haar op haar buik te leggen. Omdat dat heel goed is voor de lichamelijke ontwikkeling. Daar heb je op latere leeftijd zelfs nog profijt van. Las ik laatst in een artikel. Ze lacht af en toe ook naar Victor. Even nog wat random dingen. Ik krijg nu haaruitval de laatste tijd. Meer haaruitval dan ik had. En het lijkt alsof ze echt al ver kan zien. Ze kan wel minstens 4 meter kijken voor mijn gevoel. En ze gaat soms ook meelachen als ik aan het lachen ben. Dat gebeurt niet zo vaak, want ja, zoals ik al zei, ze vindt mij niet bijster grappig. Maar het was wel een keer zo en dat was echt zo lief. Toen lag ze in mijn armen te slapen, want ik had haar net gevoed en ze was in slaap gevallen. En ik keek zelf naar een filmpje wat ik echt ontzettend grappig vond. Dus ik begon heel hard te lachen. En toen begon ze in haar slaap mee te giechelen. Dat was echt super vertederend. Nou, ik laat het hierbij, want ik moet gaan. Maar ik denk dat ik het meestal heb verteld. Als ik nog iets vergeten ben, dan zet ik dat nog wel in de infobox. En ik hoor ook heel graag van jou waar je mee bezig bent. En als je moeder bent, hoe het leven als moeder je bevalt. Of je het zwaar vindt, of vind je het goed te doen. Ja, ik vind dat een beetje dubbel. Het is te doen, maar het is ook super zwaar. Het is mooi, maar het is moeilijk. En het is altijd leuk om daar als moeders over te praten. Maar ook als je geen kinderen hebt, dan hoor ik graag van je. Waar je woont bijvoorbeeld. Of misschien wil je dat niet delen. Maar het is altijd leuk om te kletsen. Tot de volgende keer. Doei!